Gaan we door met nieuws rond het neergestorte toestel van Malaysia Airlines. Tientallen nabestaanden van Chinese passagiers die hebben in Beijing de Maleisische ambassade bestormd. De nabestaanden zijn woest dat er zonder fysiek bewijs gezegd wordt dat het vliegtuig in zee is gestort en dat er geen overlevenden zijn. 17 dagen van onzekerheid en tientallen onduidelijke berichten hebben de nabestaanden uitgeput. Ook in Nederland. Ontredderde familieleden van de slachtoffers van de ramp met het Malaysian Airlines toestel. Ze zijn woedend op de luchtvaartmaatschappij en de Maleisische overheid. Ati Senyati verloor haar Nederlands vriendin Surti Dalia bij de ramp. Zij begrijpt de woede heel goed. Ik ben alleen maar vriendin. Maar voor de andere familie, van de ouders, van die andere Chinese mensen, dat is toch vreselijk. U snapt de reactie wel? Ik snap hartstikke goed. Dat hun zijn hartstikke boos op die Maleisië. U ook? Ik ben ook hartstikke boos. Ik ga daar niet meteen even mensen hoop geven. Want dat gebeurde door de falende communicatie van Malaysian Airlines. Iedereen met internet leek opeens een nieuwsbron over de vliegramp en dat had anders gekund. Nou, ze hadden op de eerste plaats moeten zorgen dat ze zelf als eerste communiceerden met het verhaal van wat weten wij nu? Wat zijn de feiten? En ook wat weten wij nog niet? En hoe gaan we op zoek naar die informatie? Wat gaan we doen? Op welke manier? Nou, dat kun je vervolgens opvolgen met regelmatige informatie van zover zijn we. We weten al iets, we weten nog niks, we blijven zoeken. En de familieleden? Ja, ik denk dat die familieleden echt een aparte groep zijn en ook aparte aandacht verdienen. Gelooft u nu wel dat ze er niet meer is? Nog niet helemaal. Waarom niet? Nou ja, gewoon, omdat hun hebben nog niet helemaal zekerheid. Hun zegt gewoon, maar... Ati kan nog niet geloven dat haar vriendin er niet meer is. Ondanks de mededelingen dat het toestel niet anders dan in de oceaan kan zijn gevlogen. Je kunt wel bedenken wat er is gebeurd. En het is heel onwaarschijnlijk, hè? Dat wisten zij ook, dat er nog iemand in leven was. Maar je hebt een moment nodig, je hebt de zekerheid nodig dat iemand er echt niet meer is. Waarom is dat zo belangrijk? Tot die tijd kun je niet beginnen met rouwen. Maar waarom niet dan? Omdat je onder ogen moet zien dat het echt niet meer zo is. Zo werkt de menselijke brein. De hoop is nu gericht op overblijfselen van de ramp. Dat toch ooit echt gevonden is. U hoopt dat er nog iets gevonden wordt? Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik wil zekerheid of Surti dat weg kunnen afsluiten. Ze moeten eigenlijk wat vinden. Ja, je ziet ook dat bij een eerdere vliegrampen, als daar dan schoenen of koffers werden gevonden en nabestaanden zagen die spullen, dat hielp bij het accepteren, nou ja, het onder ogen zien eigenlijk, dat iemand echt is overleden, dat hij in dat vliegtuig heeft gezeten.